klein hoor. Ja, dat gedrags, hè? Nou. Mooi, hè, Joke? Ja, zeker. En wat ga je ermee doen? Ik heb ook 1250 euro voor dit bord betaald. Henk de Hoogte, die was helemaal klaar. Die had het bord. Nou, ja. Dat is toch hartstikke mooi, jongens. Ja, hartelijk dank. Succes ermee en doe er wat leuks mee. Ja, zeker. Nou, waar we het voor gaan gebruiken, dat is ook wel een beetje duidelijk. We hebben met de kerst waren wij uitgekozen als goede doel bij de Rotary. En daar hebben we een blokhut aan, zeg maar, overgehouden. Of in ieder geval een groot bedrag waar we wel bijna een blokhut voor kunnen aanschaffen. Maar het belt meer dan een blokhut alleen. Het is een hele fundering die aangelegd moet worden met water, elektriciteit enzovoort enzovoort. Dat kost een inrichting en dat kost bij elkaar denk ik wel heel wat geld. En daar is dit goed aan besteed. Ja. Moet je even vertellen waarvoor we de blokken gaan gebruiken? Nou, dat waren een beetje kosten. Maar ik vind het hier binnen niks. Ze willen wel apart hokken hebben. We willen er ook wel een beetje lekker bij zitten. De directie wil, een directiekantoor. Nou, dat is het. Dus dat zal ten goede komen van een Chesterfield, denk ik. Dit. Ja, denk ik, op zijn minst. Nee, dat wordt een beetje een multifunctionele ruimte. Theehuis, blokhut. We kunnen er uit venten, een beetje koffie, thee en koekenzopie en dat soort dingen. En, waar gaat dat ding staan? Daar tussen de bomen. Maar ik wil het even zeggen, want ik vind dat juist leuk. Oh! Ja, leuk! Nee, er is natuurlijk best wel veel vraag naar zo'n hartstikke leuk dat jullie er waren. Ik heb niet alles in de bijenstal kunnen laten zien. Of die eigenlijk niet laten, die waren. Ja, die konden we niet goed zien. Omdat ja, die de bijen hadden zoveel. Hou je mond dicht. Honing verzameld. Dus dat is net wat dieper. Als je het nou toch nog een keertje wil zien, dan moet je de eerste zondagmiddag in de grote zomervakantie, dat is 12 juli, hebben we, ja, op de verjaardag van haar vader is dat, dan hebben we hier een bijendag. Hij staat op. Doei. Maar, ik heb een nieuwe dingetje.